De shop van een tankstation wordt steeds belangrijker. Dit door de veranderende behoeften van klanten. Rendabel blijven is dan ook de uitdaging. Rudolf Kamps van Kamps Design BV vertelt hoe hij met zijn totaalconcept winkeladvies het rendement van retailers in het algemeen en out of home kan optimaliseren. Door middel van een totaalconcept in combinatie met een winkeladvies kun je het rendement van een winkel optimaliseren. Met een totaalpakket doorloop je diverse fases van analyse, implementatie en uiteindelijk ook de nazorg. Eerst wordt de analyse gemaakt van de lokale markt en van de cijfers van de onderneming zelf. Met personeel en de ondernemer kijken we wat goed gaat, wat beter kan en waar nog kansen en mogelijkheden liggen. Daar volgt een advies uit met omzet- en margedoelstellingen, gebaseerd op een nieuw assortiment, een indeling van de winkel en uiteindelijk een optimale routing. Duurzaamheid is in interieur ook erg belangrijk. Dat kun je bereiken door duurzame materialen in te zetten, maar bijvoorbeeld ook LED-verlichting en apparatuur die energiezuinig is. Je kunt verder nog je investering beïnvloeden door bijvoorbeeld gebruik te maken van lokale leveranciers en hergebruik van materialen. Door een vast contactpersoon wist ik precies wat en wanneer er iets ging gebeuren. Gedurende het traject heb ik geleerd dat het om retail gaat, om presentatie, organisatie en motivatie. Ook is er nauwelijks omzetverlies omdat we open blijven tijdens de verbouwing. De winkel biedt na de implementatie een veel betere passende sfeer en klantbeleving, wat een omzetstijging tot gevolg heeft. Wensen van klanten veranderen in een rap tempo, of het nu om tankstations gaat of andere retailondernemingen. De vier traditionele P's zijn zometeen niet meer de onderscheidende factoren. Daar komen bij gemak, social media, internet en een onderscheidend assortiment. Daarom verwacht ik veel van een duurzame samenwerking, regelmatig brainstormen over de mogelijkheden in de markt. Alleen dan kun je blijven verrassen, vernieuwen en de kansen pakken in de markt.